Frank Weerwind, de Nederlandse minister voor rechtsbescherming, heeft vandaag samen met minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie een bezoek gebracht aan Wintiwaai. Daar is niet alleen de buurtorganisaties Tiwewa bezocht, maar ook scholen en burgers. Weerwind zegt dat het goed is om tussen de mensen te zijn. Tijdens de rondleiding in de buurt heeft hij de problemen van de wijk mogen aanhoren. Deze samenwerking tussen Nederland en Suriname werd al in 2005 opgestart. En dat zorgt voor een goed gevoel, volgens Weerwind. 17 jaar verder, het bestaat, het leeft, het is dynamisch en er wordt gekeken, de mens wordt centraal gesteld hier. Dus dat voelt goed en het is sterk, maar het zijn de mensen uit de buurt die dit dragen. Je ziet dat de mensen uit de buurt samen met de politie werken aan een stuk veiligheid en leefbaarheid. Het is niet anders in Nederland. Je hebt elkaar nodig om samen een toekomst te realiseren. De voorzitter van Stiwewa, Robbie Berghout, zei tijdens het bezoek van Weerwind dat de situatie in de volksbuurt bij de regering bekend is. Stiwewa en de politie proberen een bijdrage te leveren aan verbetering van het leefklimaat in de buurt. Alleen verschillende invalshoeken van elkaar. De politie gaat uit van een criminaliteitsbestrijding en wij gaan vooral uit van criminaliteitspreventie en de mensen hun positie verbeteren. En we hebben inderdaad gebruik gemaakt van de gelegenheid van de aanwezigheid van de minister om hem de noden en behoeften van Stiwewa door te geven. En het heeft onder andere te maken met de schutting die we willen het terrein omrasteren. Een schutting, we hebben 2 airco's nodig, we hebben beveiligingscamera's nodig. Zo'n 6-tal punten hebben we op een lijst gezet aan de minister gegeven. Niet met de zin van een juwamoni, maar kijk als je ons kan leiden naar bronnen via welke wij aan het geld kunnen komen. Dus of hij komt met een sponsoring van een van de punten. Dan wel dat hij ons wegwijs maakt naar bronnen in Nederland. Weerwind is in Suriname om de samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie verder uit te diepen. In dat kader heeft hij vandaag meerdere organisaties bezocht.